Ik denk dat ze het spannend vinden. Breda Nu. Je weet het meteen. In het kader van de Week van het Water stelde de gemeente Breda het oude Vesterriool open voor het publiek. Dus heb je altijd al het riool willen bekijken, dan kan dat. Het stuk is een kilometer lang ongeveer van de Kennedybrug tot aan de Maartendaalseweg. Ja, dit doen we al jaren. We doen al een enkele jaren de Week van het Water. En tijdens die Week van het Water verzorgen wij de rioolwandelingen. Is hier nou eigenlijk veel animo voor? Want ik kan me voorstellen dat heel veel mensen het misschien een beetje viezig vinden. Er is best veel animo voor. In het begin vinden ze het een beetje viezig, maar op een gegeven moment vinden ze het zelfs hartstikke leuk. De Week van ons Water is een promotieweek waarin wij één keer per twee jaar doen we het. Mensen echt bewust willen maken van riolering, water en alles wat daarbij komt kijken. Tegenwoordig is dat natuurlijk ook heel veel klimaataanpassingen. We weten allemaal dat het klimaat aan het veranderen is. Het wordt allemaal wat warmer, wat extremer, wat droger. Maar als het regent, dan regent het ook ineens veel harder en veel intensiever. Het riool kan dat dan niet allemaal aan. En dus moeten we wat maatregelen nemen om ervoor te zorgen dat we het water tijdelijk ergens op kunnen slaan. Of zorgen dat het niet allemaal in het riool terecht gaat komen. Want we zitten nu hier onder de houtmapassage. Hier zitten we recht onder. Dus niet daarnaast, nee, echt onder het gebouw. Ik denk dat ze het spannend vinden. Je kunt niet zomaar ergens in het riool om een wandeling te maken. Dus het is wel een bijzondere ervaring. De Week van ons Water is een week waarin wij de mensen daar bewust van willen maken. Dit jaar vooral heel veel aandacht voor kinderen. Omdat kinderen eigenlijk toch de ambassadeurs zijn om het richting hun ouders en dergelijke ook mee te vertellen. Dus als je de kinderen mee hebt, dan... met wat geluk vertellen die dat ook door aan de ouders. En zo hopen wij zoveel mogelijk mensen te bereiken. En met het thema water en riolering. Normaal staat het 10 centimeter water op. Bij een normale regenbuien staat het water ongeveer tot deze hoogte. Hier, dat is een lijntje. Bij normale regen zal het water nooit hoger komen als zo. Soms komt het tot deze hoogte bij extreme regenbuien. En het zal nooit hoger komen dan zo, vuil water niet. En dat heeft ermee te maken dat dit is 1,10 meter plus. Breda Nu. Je weet het meteen.